Enkele damwanden van particulieren in Kommerwijnen hebben door de zware regenval scheuren opgelopen. Hierdoor kampen verschillende delen van het district met ernstige wateroverlast. Districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab zegt dat het niet gaat om de dam langs de rivier. Er is geen damscheuren langs de rivier, dat is één. Laat maar duidelijk zijn. Het zijn misschien damwanden van de particulieren, maar ik ben niet overtuigd of het zo is, want ik heb maar wel van een sluiswachter vernomen dat er wel lust er is, elders, een kleine damscheur is. Maar ik heb intussen geprobeerd de aannemer, de verkavelaar te contacten, dat hij weer dicht maakt. Het is overbodig regen en waar er het waren opgeworpen. Het zij met toestemming of zonder toestemming, hebben we allemaal opengegooid. Oh, en ja, heeft het gezorgd voor veel wateroverlast? Kijk, Kommerwijnen, het is landelijk het effect, toch? Landelijk is er een probleem. We proberen zeker vandaag, morgen droog te krijgen. Wat is het probleem? De rivierwater is ook vrij hoog. We hebben geen pompgemal in het district. Wij proberen op een natuurlijke manier, door, ik bedoel ook met sluisdeuren, het water vrij te krijgen van die percelen. Maar er zijn verkavelingsprojecten waarbij de verkavelaar zijn verantwoordelijkheid ook moet kennen. Hij zit alles aan de staat overlaten, want bepaalde projecten zijn nog niet overgedragen aan de staat. Dus de verkavelaar is nog steeds verantwoordelijk voor hun verkavelprojecten. De burgervader zegt dat verkavelaars deels verantwoordelijk zijn voor de wateroverlast. Verkavelaars moeten er zelf voor zorgen dat ze beschikken over pompgemalen. Okay. En dat ze hun verkavelingproject ook een dam ontwerpen, een goede dam. Okay. Het simpele voorbeeld, NBM-project. Daar zie je al die goten langs de huis begroeid met gras. Al ga je het water via de sluis eruit willen halen, het gaat niet eruit kunnen. Het tremt een beetje. Begrijpt u? Ja. Alleen oppervlak het water gaat zomaar beneden, gaat hij niet stromen omdat het gras gegroeid is. Okay, en het heeft behoorlijk geregend, dat mag je weten. En we zijn op schema zeker 80% al zover. We zijn bezig op het militair project, is bijna al zover schoon. We zijn bezig op Alkmaar, Montreux-Zorgvliet. We zijn bezig op Richelieu ook, die grote kanaal op te halen. En het lukt ons aardig. Districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab van Kommerwijnen. Door de zware regenval zijn diverse plaatsen in het land onder water gelopen. In Wageningen was de situatie zo erg dat bewoners moesten worden geëvacueerd.